Wij zijn geroepen door bouwvakkers die in de woning moesten zijn voor werkzaamheden. Toen zij geen gehoor kregen, hebben zij de politie gebeld. Het is niet ongebruikelijk dat ze dat doen. Dat wij, misschien dat wij iets voor ze kunnen betekenen om bewoners te bereiken. Nou, wij zijn agenten zijn ter plaatse gekomen en zien achter de deur een stapel post liggen. En het maakt gewoon een verlaten indruk. Nou, dat geeft bij agenten vaak een onderbuikgevoel. En ook deze agenten vertrouwden het niet. Ze besloten de woning binnen te gaan en in de woning treffen ze een overleden vrouw aan. Ja, de agenten konden wel meteen constateren dat het slachtoffer een geruime tijd al overleden was. Uiteindelijk hebben forensische rechercheurs in de woning een onderzoek gedaan. En dan kan je bijvoorbeeld ook denken als aanwijzingen als de post bijvoorbeeld die gebruikt zijn om inderdaad die periode te kunnen terugrekenen. Ik denk ook dat het in de wijk ook wel wat los heeft gemaakt. En wij waarschuwen natuurlijk vaak om een oog te hebben voor verdachte situaties. En je ziet ook dat het echt belangrijk is om ook te weten wie er in je buurt woont. Maar het kan zijn dat iemand uit het zicht raakt op een of andere manier. Ja, hoe dat precies is gegaan is voor ons ook niet duidelijk. Ze overleed op 74-jarige leeftijd. We hebben geprobeerd om directe familieleden te achterhalen. Dat is niet het geval. En ja, een notaris die gaat nu een verder onderzoek doen.